Nou, wat doen we vandaag? Ik geef even een overzicht van de planning, had ik beloofd. De onderwerpen die we gaan behandelen. De gastlezingen, want die hebben we ook geregeld. Dat zijn er een drietal een keer. We hebben de leerdoelen voor jullie op een rijtje gezet. Dus de leerdoelen van deze les. En zo doen we dat bij alle lessen. Nou, bij de gastlezingen kan het zijn dat ik de leerdoelen dus dan achteraf even moet vaststellen. Maar goed, dat is natuurlijk logisch. Ik heb meestal niet alle materialen van de gastlezer van tevoren. Dus dat zorg ik gewoon dat dat er ook keurig bij vermeld wordt op de site, dat je dat ook weet. En dan begin ik gewoon met de inleiding van computer security. Daarna doen we een korte pauze, want we hebben 4 uur, zoals je misschien gezien hebt in het rooster. En dan hebben we een praktijkopdracht, een presentatie. Dat wil zeggen, je maakt dan met je team een korte presentatie. Nou, in principe kunnen we daar ongeveer dezelfde teams voor hanteren als voor je projecten, wat mij betreft. En uiteraard vragen en opmerkingen. Maar dat mag ook gewoon tussendoor, dus als je iets wil weten, zet je hand op en gaan we zo. Nou, de leerdoelen, hele lijst. Lijkt heel veel, maar dit is in feite, dat staat straks bij al die presentaties. Nou, als je bij Elmer al een paar van zijn vakken als operating systems hebt gevolgd, daar staat ook altijd zo'n hele lijst bij. Het geeft eigenlijk aan wat je uit de presentatie moet weten. Dus maak gewoon aantekeningen van wat ik vertel. Of kijk dus nog de presentatie een keertje na online. Ik weet nog niet hoe we het precies beschikbaar stellen. Ik gok dat het gewoon via YouTube gaat gebeuren. Via private links. Dus dan zetten we gewoon een rijtje van de colleges online. Dus. Nou, en de studietijd natuurlijk. Staat er ook bij. Wat doen we? Het overzicht van security. De introductie vandaag, die geef ik. 13 februari hebben we meteen de eerste gastlezer. Dat is Oscar Kuro van het NICEF. Nou, degene van jullie die voor de NICEF-opdracht hebben gekozen. Dus voor Moonshot to Mars. Die hebben die naam al eerder gezien. En al gemaild zelfs, gok ik, met Oscar inmiddels. Oscar weet heel veel van PKI en SSL. Dus Public Key Infrastructure, SSL-gerelateerde dingen. Hij heeft er zelfs al talks over gegeven bij allerlei overheidsorganisaties enzovoorts. Heel interessant. 20 februari hebben we roostervrij, dus dan is er niets. Dat betekent wel het een en ander voor het computer forensics rooster ook, want dat loopt door, de UvA-lessen. Dus dat zijn dingen die wij in een later stadium inhalen. Want wij hebben natuurlijk een roostervrij op. Maar goed, dat horen we morgenochtend. Network security, dat geeft Elmer. En embedded industrial security, nou als je naar de data kijkt, dan zie je al, dat is dus de week dat ik in Laval ben met Carla en een aantal van jullie. Dus Elmer neemt dat waarschijnlijk ook gewoon weer op. Dus ook als je met mij en Carla mee bent in mijn val, je kan het rustig nakijken en vragen stellen enzovoorts. Dan hebben we Aaron Verstegen, is een oud student van ons. Die, op dit moment studeert hij, ik geloof in Eindhoven, aan het Kerkhof, de Kerkhof Universiteit. En hij weet heel veel van web security OWASP. En dat gaat dus met name over alles van SQL injection tot en met cross-site scripting enzovoorts. Dus echt helemaal gespecialiseerd op van wat heb je nou aan web security allemaal. Ook heel interessant. We hebben alles een keertje daar ook hele praktische dingen mee gedaan. Vorig jaar hadden we gewoon ook een hele leuke praktijkopdracht eraan gekoppeld. Dat je dus zelf in een gesloten omgeving dat soort dingen kunt nadoen. Dus gewoon zo'n soort proeftuin waarin je op je eigen laptop binnen een VM dat soort, een soort cursus web exploits kunt doen. Ik probeer dat niet te veel op alle HVA-sites daarna vervolgens uit. Maar goed. En dan als laatste, console hacking, die geef ik. Sorry, ik sla informatiebeveiliging over. Carla Bombelt komt informatiebeveiliging geven. Dat is eigenlijk het overkoepelende, voor een van de overkoepelende dingen over security. Die moesten we er ook nog in kwijt. We hebben een beetje vanwege het roostervrij moeten schuiven. Ik had het liever iets eerder gehad. Maar dat gaat dus met name ook over de bedrijfsmatige kant van beveiliging. Van hoe richt je nou je bedrijfsprocessen en alles in. En je infrastructuur. Zodat je ook echt security integraal als beleid kunt hanteren, invoeren, opstellen. En ga zo maar doen. Nou, en als laatste, ik zei het al, console hacking, die geef ik. Dat is bouwd gedeeltelijk door op Elmer zijn. Consoles zijn vaak een soort embedded devices. Waarom nou console hacking? Dit gaat echt over, met name ook over hardware attacks. Dus het principe van analoge aanvallen soms uitvoeren op apparatuur, om daarmee de security. Nou, dat hang ik op aan consoles. En dat bedoel ik ook echt gewoon game consoles, een heel verhaal.
Ja, en dat is de laatste. Nou, ik zei het al, bij diverse lessen horen straks praktijkopdrachten. Probeer je laptop bij je te hebben, zodat je in principe gewoon mee kan werken met alles. Neem een volle batterij ook vooral mee. Het kan zijn dat weken 4 en 5 nog omgedraaid worden. Dat laat je eigenlijk een beetje aan Elmer over. Of je wil dat network security en embedded wordt omgedraaid. Maar goed. Nou, de geschatte studieduur voor het vak is 4 ECTS. Dat staat ook in de studiegids. Dus ongeveer 100, 120 uur is dat. Oké. Vind je het een beetje interessant? We proberen dus van het hele security vakgebied van alles wat af te dekken. Het is moeilijk, want het is heel breed. Maar we proberen het toch. Nou, wat is security? Het wordt wel eens aangeduid met de CIA. Dat heeft niks te maken met de Central Intelligence Agency. Het is een gelukkig of ongelukkig toeval, dat naar keuze. Het staat voor vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid. Dus de Engelse termen worden daarvoor gehanteerd. Nou, wat betekenen die termen nou? Vertrouwelijkheid van informatie is eigenlijk... Je ziet altijd van die CSI-achtige taferelen, dan hebben ze van die folders en daar staat een stempel op, top secret. En dat is wat er bedoelt met vertrouwelijkheid. Dus dat informatie, wat er voor informatie dat ook is, die is niet beschikbaar voor personen, dus niet toegankelijk, die kan dat niet zien als hij daar niet voor, als hij dat niet mag. Het is alleen maar beperkt tot mensen met die toegangsdingen. Dus je voelt dan, daar komen vanzelf een aantal van die aanvolgende principes uit. Nou, integriteit, dat is in feite wat je in softwaretermen ook wel kent van bijvoorbeeld de integriteit van een bestand is in orde. Dus je weet zeker dat de informatie die je ergens aantreft, dat die klopt. Dat die is zoals die hoort te zijn. Dus noem het bij forensische dingen is dit bijvoorbeeld ook heel erg relevant. Omdat als je, laten we zeggen, bewijsmateriaal verzamelt, moet je kunnen aantonen dat er niet geknoeid is met het bewijsmateriaal. Dus dat is in feite hoe integriteit terugkomt. Nou, dan hebben we nog availability, beschikbaarheid. Dat kun je vergelijken met een kluis in een supermarkt. Als je vaak een supermarkt binnenkomt, dan staat er zo'n bord van onze kluis zit op een tijdslot. Dan hopen ze dat je de supermarkt niet overvalt. Dan binnen tijd dat die wel geopend kan worden, maar... Dat zegt in feite wat availability is. Dus op het moment dat je informatie wil benaderen, is die ook beschikbaar. Daar kun je dus uitspraken over doen. Nou, wanneer dat dan is, dan is het verricht heel erg belangrijk. Maar je zegt dus, op het moment dat je bij de informatie kunt, wil, kun je er ook echt bij. Dus, dat zijn de basisprincipes van security. Nou, een van de dingen die misschien niet direct opvalt hieraan is, dit heeft nog helemaal niets te maken met... digitale security, computer security. Dit zijn algemene principes. En daarom gaf ik ook eigenlijk al een aantal voorbeelden van... Ja, dat heeft eigenlijk op alles. Ook in je gewoon in de analoge wereld heeft dat een, kun je dat koppelen aan dingen. Dus dat zijn algemene principes. Nou, die basisprincipes, daar volgen nog een aantal aanvullende dingen. En die termen hebben jullie bijvoorbeeld authentication en authorization vast al een keer gezien. Authentication is wat je met je HVA-account doet. Op het moment dat je zegt, nou, je loginnaam, voor mij is dat gewoon AIKA en dan typ ik mijn wachtwoord in. Dan druk ik op enter. Op dat moment probeer ik mezelf te authenticeren. Nou, wat is dan de volgende stap? Ik pak meteen even deze, authorization. Is dat er wordt gekeken of ik die rechten heb om wat ik op dat moment aanvraag met mijn authentication, om dat te kunnen doen. Dus dat is in feite dat er aan de hand van je, van wie je bent, wordt bepaald of je toegang hebt tot bepaalde informatie. En privacy, dat is altijd een heel grijs gebied. En waarom is het grijs? Ja, wat is nou wel privacy en wat niet? Er zijn een hele hoop kaders, ook in de wet voor gedefinieerd, wat er nou wel en niet onder valt. Maar ook privacy is dus zo'n vervolgprincipe wat eruit volgt. Dat je ervan uit kan gaan dat informatie die gevoelig is van jezelf, dat je ook weet dat die niet in het publiek beschikbaar komt enzovoort. Nou, er zijn een hele hoop van die dingen, die kun je ook terugzien. Bijvoorbeeld bedrijfsgebouwpas, de HVA-pas die je hebt, is... weer zo'n ding wat een aantal van deze principes combineert.
bijvoorbeeld authenticatie, als je hem op de printer legt, dan staat er van logging in. Dan zie je dat hij probeert in te loggen met je username en password, wat je de eerste keer moest opgeven. Tegelijkertijd zit daar dan ook die toegangscontrole aan vast, want ja, op het moment dat je dan succesvol bent ingelogd op die printer, krijg je ook alleen toegang tot de printopdrachten die jij hebt gezet op de printer. Dus daar komen dat soort dingen vanzelf weer in terug. Nou, als je dat vergelijkt met hoe de printers vroeger werkten, dan kon je allemaal mekaars printopdrachten uitprinten. Dat is natuurlijk een beetje raar. Cool. Het verschil tussen security en forensics. Even heel oneerbiedig gezegd. Security is proberen te zorgen dat het niet misgaat. En forensics is, oh jee, het is misgegaan. En wat hebben we, daar heb je allerlei technieken, methoden voor om dan te zorgen van dat je nog kan achterhalen wat er aan de hand was. Nou, ik vertel in principe veel anekdotes. Zelf al, ik vraag ook af en toe dingen. Maar als jullie nou zelf iets leuks hebben te vertellen, als je zelf een keertje met security incidenten te maken hebt gehad, vertel het gewoon. Wat mij betreft, of ik stel eigenlijk voor dat we daar de Chatham House Rule voor gebruiken. Heeft iemand daar toevallig wel eens van gehoord? Chatham House Rule? Hij wordt heel veel gebruikt bij Computer Emergency Response Teams, CSERT, dat komt later nog terug in de presentatie. En wat het zegt is dat je, we spreken met elkaar af dat al dat soort dingen, want soms kan dat natuurlijk zijn dat je je vuile was moet buiten hangen, als je zoiets vertelt, dan blijft het binnen het klaslokaal. Dus dan blijft het binnen de groep en vertel je het niet door aan anderen. Vinden jullie dat een goed idee? Dus dan weten we allemaal van elkaar dat we dus privacy, confidentiality. Oké, dan stel ik voor dat we dat doen. Dus als je een leuke anekdote hebt of misschien iets te vertellen, by all means dan. Nou, wat doen we vandaag? Wij gaan uiteraard, tenslotte informatica opleiding, de computer security hoek in. Je zag al een beetje aan de leerdoelen, je zag al een beetje aan de onderwerpen die we gaan behandelen, dat het ontzettend multidisciplinair is. Je moet, dat is vervelende van computer security en ook forensics daardoor, is dat je eigenlijk van alle vakgebieden wat af moet weten binnen de IT. Dus je moet alles weten van programmeren, je moet alles weten van SNE, je moet alles weten van bedrijfsmatige kant, je moet alles. Het is echt behoorlijk pittig wat dat betreft. Nou, dat kunnen we ook echt niet allemaal behandelen. Daar maken we dus een doorsnede van heel veel dingen. En je kan daar dus heel ver in gaan. Er zijn ook allerlei certificeringen voor. En als je dan die certificeringen bekijkt, CISSP is er eentje, en er zijn er nog een aantal. Dan zie je ook dat in feite de leerdoelen van die certificeringen dus ook al die verschillende gebieden weer bestrijken. Nou, wij beginnen even bij incidenten. Een incident is dat er dus iets misgegaan is met security. Die hebben eigenlijk vaak, ik zou zeggen, eigenlijk bijna altijd een fysieke of sociale oorzaak. En dat komt omdat je als mens geneigd bent om elkaar te vertrouwen. Dus dat je, als je elkaar wat vertelt, dat er iemand anders daar geen misbruik van maakt. Je gaat uit van het goede, hoop ik. Laat ik jullie eens vragen. Steek eens je hand op, wees eens eerlijk. Wie van jullie denkt dat als je je moeder of vader zou vragen om het wachtwoord, dat ze het zouden geven? Dat bedoel ik. Ik zie eigenlijk iedereen zijn hand opsteken. Realiseer je wat dat in feite betekent? Dat is dus een typisch voorbeeld van, eigenlijk is dat een security incident. Want op het moment dat dat gebeurt, dat je dus iemands wachtwoord, maak je gebruik van het feit, je vertrouwt je moeder, omgekeerd vertrouwt ze jou, dat je er niks mee doet. Wie van jullie denkt dat als je een klasgenoot vraagt om een wachtwoord, op een handige manier, dat hij het zou geven? Toch nog flink wat handen. Dat valt nog best mee. Als je een goed verhaal hebt, kom je een heel eind. Dat vertrouwen, of eigenlijk naïviteit zou ik het niet willen noemen, maar mensen zijn soms naïef dat ze denken, veel zal het goed zijn. En dat kan vooral zijn, deur open laten staan. Op een gegeven moment, een tijdje geleden, toen we nog in de Leeuwenburg zaten, is dat wel eens voorgekomen. Dan liet je je deur open staan en dan, gelukkig ging dat meestal goed, maar dan kwam je terug en dan stond er in één keer iemand op de kamer. Dan was je maar even een paar seconden weg en dan, dan ga je meteen kijken of je niet al je spullen kwijt bent. Maar
Kan zomaar gebeuren. Je let ook niet aan het kabelslot. Het is geloof ik hier op de duidelijkste kader alles gebeurd. Dat iemand in het studielandschap, die zat te werken op zijn laptop. En ja, die liep volgens mij naar de Mi-café of naar het toilet of iets dergelijks. En er was gewoon iemand die zat te wachten in het studielandschap tot er een onbeheerde laptop stond. Pakte hem zo op en liep zo naar buiten. Weg laptop. Zo voorbij de bewaking. Of, here check this site out. Waar staat dat op? Ken je denk ik ook wel. Die mailtjes krijgen ook allemaal. Van your mailbox is almost full. Klik hier even je accountgegevens in. Nou, het idee van dit soort dingen, het idee hierachter, dus het expliciet of impliciet vertrouwen in elkaar hebben, of dat zo'n keten van informatiestromen, daar vertelt Carl nog even, dat goed gaat, dat je elkaar kunt vertrouwen, daar kun je misbruik van maken dus. Express of niet express. En dat wordt dan social engineering genoemd, dat principe. Dat is een vrij standaard term. Binnen de ook even, hacker communities gebruiken die term gewoon. En die foto is van Kevin Mitnick. Dat was een hele beroemde man. Die was vooral heel erg beroemd ook omdat hij social engineering skills had. En daar ook echt heel actief mee was. Het bijzondere van Kevin Mitnick is dat hij uiteindelijk opgepakt is en veroordeeld hiervoor. En een hele tijd in de gevangenis heeft gezeten. En dat was in een periode dat ze dachten dat hij echt met drie knoppen een atoomoorlog kon ontketenen. Door gewoon even wat de computer knoppen. Dus hij mocht zelfs na zijn vrijlating nog heel lang niet aan een computer ook maar zitten. Dat is echt helemaal bizar. Hij heeft zeg maar het ontstaan van het internet zoals we het nu kennen vanuit de cel via de zijlijnen gezien. Dat is ook helemaal bizar. Want waar was hij nou heel goed in? In zowel analoog als digitaal social engineering. Hij had bijvoorbeeld, een van zijn bekendste verhalen is dat hij in Las Vegas was en toevallig in gesprek raakte met een telecom engineer die daar aan het werk was. Dus gewoon zo'n telefoonmaatschappij, een engineer. Die was in zo'n verdeelhuis bezig en hij raakte daarmee in gesprek en hij zag dat daar modembanken stonden. En hij stond daar op een gegeven moment bij te kijken en hij zag op een van die modembanken zag hij een telefoonnummer van een van die modems staan. En toen is hij naar huis gegaan, hij had zich dus handig naar binnen weten te praten, dat hij even mocht kijken. Toen heeft hij dat nummer gebeld en toen kwam hij op een, ja in feite gewoon zo'n loginscherm, dus een heel ouderwets van die modems. En daar zat een, ik weet niet meer wat het nou precies was, geen of een heel slecht wachtwoord op. En hij kwam binnen en het bleek dat hij daarmee toegang had tot het besturen van die centrale. Die telefooncentrale. Gewoon door handig praten en daar vervolgens dus zien hoe ver hij met die informatie die hij had ingewonnen, hoe ver hij kon komen. Ja, dat is best wel ernstig. Ja, nou, als je in Las Vegas zit en je kan al het telefoonverkeer besturen, dat is op zich best interessant natuurlijk. Dus daar waren ze al helemaal in paniek en er zijn helemaal films van gemaakt, dat ze hem hebben opgepakt, heel spannend. Maar je snapt wel, dit is natuurlijk bijna niet tegen te gaan. Ander simpel voorbeeld van social engineering. Misschien leuk om een keer te proberen. Niet helemaal white-hat en netjes, maar bel voor de gein een keer een bedrijf op en zeg dat je van McAfee bent. Vraag of je iets kan verkopen. Wat gebruikt u nu dan? Bijna tenzij iemand aan de andere kant van de telefoon daarvoor is opgeleid. Of weet hoe die daarmee moet omgaan, hij of zij. Die zal al snel geneigd zijn om te zeggen van ja, we hebben al McAfee. Of we hebben al Norton. We hebben dit al. Misschien is het iemand met zonder stand. Ja, wat heeft u dan? Dan ziet dat icoontje eruit. Weet je het ook. Maar wat is het risico daarvan? Met dat iemand dat zegt? Denk eens als een evil nasty hacker. Nou, dan weet je welke software ze gebruiken. Ja. Welke vulnerabilities van die software. Precies. Op het moment dat iemand lekt, heel goed, wat dus de software is die in gebruik is, kun je dus actief gaan zoeken van nou, laten we eens kijken wat voor een exploits daarin zitten. Wat voor een gaten in die software waar ik misbruik van kan maken. Dus je snapt wel wat de impact kan zijn van zoiets. En het is heel gemakkelijk te doen, social engineering. Ja, en wat doe je er tegen? Ja, eigenlijk is er niets tegen te doen. Het enige wat je effectief kan doen tegen social engineering, dat is gewoon is zo'n zwakke schakel ergens in die keten, is zorgen dat je overal checks hebt zitten. Dat er dus, waarop je dus op dat moment controleert van, klopt dit wel, het verzoek. Nou, WikiLeaks is daar een mooi voorbeeld van.
waarom staat hier WikiLeaks nou? WikiLeaks is dus een organisatie die dus op die manier heel veel informatie weet te verkrijgen. Gewoon actief door mensen te benaderen, of ze worden gewoon benaderd met mensen die dit soort gaten hebben gevonden, daar iets uit hebben weten te halen. En zij publiceren dat. Die hangen dan de vuile was buiten, zodat de personen waar ze het van krijgen het niet hoeven te doen. Dat ze gedekt zijn. Nou, de echte wake-up call voor computer security, want ja, Kevin Mitnick kon nog veel meer. Hij kon op een gegeven moment ook gratis met de bus reizen, allemaal van dat soort dingen. Hij is vooral heel veel bezig met gewoon dat soort dingen. Echt, dan letterlijk gewoon analoog sociaal engineering. De echte wake-up call was dit eigenlijk een goed voorbeeld van. Of een van de grote aanleidingen. Robert Morris, ook hier op de foto, dat was de zoon van een professor aan de universiteit. Ik weet niet meer precies uit mijn hoofd welke universiteit dat was. Weet jij dat toevallig nog, Elmer? Nee, ik zeg hard na te denken. Volgens mij inderdaad in de Missouri of zo. Amerika. Ja, ik weet niet meer precies, maar maakt niet zo heel veel uit. Was in de begintijd van het internet. Als je kijkt naar de datum, 88, is heel verwonderlijk. Toen zag je al dat universiteiten in toenemende mate, en ook bedrijven, dat ze allemaal hun machines op elkaar gingen aansluiten. Dus dat je kreeg dat er grotere netwerken ontstonden, die heel veel met elkaar communiceerden, je had mail en dat soort dingen. En wat was nou die Morris Worm? Die Robert Morris die zag, die was bezig met, die was daar gewoon actief bezig met leren enzovoorts. En die zag dat er heel veel gaten zaten, programmeerfouten in software. Onder andere in de mailer geloof ik, die gebruikt werd. Ja, en toen dacht hij van, als ik nou zo'n stukje software schrijf, dat automatisch dat gat gebruikt om zichzelf verder te verspreiden. Nou, virussen bestonden natuurlijk wel, maar had zoiets van, laat ik nou eens even kijken of ik een stukje software kan schrijven wat zich als een worm gedraagt. Dus het pakt dan zo'n beveiligingsgat, maakt er misbruik van, en vervolgens probeert het zich vanaf die systemen verder te verspreiden. Nou, dat kennen wij natuurlijk allemaal, dat is op internet wordt continu blootgesteld aan dit soort dingen. Maar toen was dat heel nieuw. Nou, dat heeft hij geschreven, hij had een aantal van die gaten gecombineerd, waar daarna gezocht werd. En die worm, nou, aangezet. En die worm die begon zich te verspreiden, want natuurlijk gebruikten heel veel universiteiten en andere organisaties allemaal diezelfde soort software. Dus die worm verspreidde zich prima. En hij zat daarna te kijken. Dat is natuurlijk ook interessant onderzoek. Hij had alleen een foutje gemaakt, want wat was hij nou vergeten? Hij had er wel aan gedacht, maar niet goed geïmplementeerd, dat de worm, op het moment dat die worm een systeem had geïnfecteerd, wil je natuurlijk niet dat die worm het systeem opnieuw probeert te infecteren. Dat hij nog een keer extra aanwezig is. En dat had hij niet helemaal goed geschreven. Dus op een gegeven moment kwam de worm opnieuw uit bij hetzelfde systeem, wat al een keer geïnfecteerd had. Nog een keer draaide er nog een kopie van de worm op. En op een gegeven moment kreeg je dus een soort kritieke massa, draaide op al die systemen die geïnfecteerd waren, al 100 kopieën van die worm. En toen is eigenlijk min of meer een deel van het internet toen ingestort daardoor. Dat is, je moet je realiseren, 10% besmettingsgraad wordt geschat. Dan denk je van ja, het is maar 10%, maar 10% is enorm veel. Ook toen. Moet je je voorstellen, 10% van het hele internet zou besmet zijn met zo'n infectie. Nou, dat was, hij is daar uiteindelijk, ik geloof, met een voorwaardelijke gevangenisstraf en een geldboete van afgekomen. Maar dat illustreerde eigenlijk, want vervolgens was dus het probleem, dit hebben we nog nooit gezien, wat moeten we doen? Hoe krijgen we die systemen weer online? En dat illustreerde eigenlijk dat er een hele gestructureerde, georganiseerde aanpak nodig was. Om te monitoren, om incidenten af te handelen, om samen te werken tussen organisaties. En dat is eigenlijk een van de aanleidingen geweest dat die CERTS, of CSERTS, dat staat voor Computer Emergency Response Teams, of Computer Security Incident Response Teams. En een aantal voorbeelden is bijvoorbeeld SurfCert, een hele bekende, of GovCert, dat bestaat niet meer GovCert, dat is nu het NCC geworden. Maar dat soort organisaties houden zich daarmee bezig, op de verschillende niveaus. De HVA heeft bijvoorbeeld ook een HVA-CERT, de UvA heeft een UvA-CERT. En wat doen die nou? Die mensen, die hebben dus vaak een security dan wel en forensics achtergrond, is met elkaar communiceren. Ik zit ook op een van die dingen. En dan communiceer je met elkaar over patronen die je ziet ontstaan. Dat er in één keer een hele spamgolf ontstaat. Van waar komt die vandaan?
En dan kijk je of je iets kan coördineren. Van, moeten we hierop inspelen? Het kan ook zijn dat er een ernstig incident is en dat je met elkaar moet samenwerken. Misschien betekent dat wel dat de politie erbij betrokken moet worden, in het ergste geval. Dus bij wijze van spreken, als een student echt iets heel slechts heeft gedaan op het HVA-netwerk, kan dat betekenen dat HVA-chat daar actie op onderneemt, de politie bij betrokken wordt enzovoort. En die coördineren dat dan. Dus dat is wat CSIRTs en CERTs doen. Zij zijn dus belast met de preventie, detectie en forensics rond computer security. Nou, wat zijn nou CA's? Dat is ook een van de dingen. Ze wilden eigenlijk, versleuteling was in het begin helemaal niet zo'n issue op het internet, want iedereen vertrouwde elkaar. We zagen van, ja, hoe gaan we nou zorgen dat we, als we communiceren met elkaar, dat we dat op een veilige manier kunnen doen. En dat we zeker weten dat dit in orde is. Voor authorization, authentication, confidentiality, dat ook op zo'n manier gecommuniceerd kan worden met die hele ernstige dingen. Dus toen kreeg je dingen als CA's. Nou, dat kennen jullie wel. SSL. Certificaten komen daar onder andere uit voort. Die je ook gebruikt. Bijvoorbeeld certificaten voor het digitaal ondertekenen van mail. Allemaal dat soort zaken. Zijn daar ook uit voortgekomen. Is dit duidelijk tot nu toe? Stel gerust vragen. Mag altijd. Nou, waar gaat het nou om bij computer security? Ik heb ook al een beetje wat gezegd over forensics. Het gaat om prevention. Meestal is dat gebaseerd op access control. Wederom, bedenk goed dat deze termen ook een analoog equivalent hebben. Denk maar aan die pas bijvoorbeeld. Of gewoon een sleutel die je hebt voor je huis. Er kunnen wel heel veel manieren. Firewalling, authentication, cryptografie, ik noem er al een paar. Detection, je wilt natuurlijk weten dat als er iets misgaat, dat je dat eigenlijk direct weet. Hoe sneller hoe beter. Dus heb je ook bijvoorbeeld IPS'en bij prevention, intrusion prevention systems. En mitigation wordt vaak onderschat. Als je je informatiebeveiligingsketen, waar Carlo dus nog heel veel over gaat vertellen, op orde hebt, kun je de impact van zo'n incident als het optreedt beperken. Want dan weet je precies wat er in je organisatie geraakt wordt, dus waar het gevolgen voor kan hebben. Dat heb je dan gedocumenteerd op de een of andere manier. Dus dan kun je zeggen van oké, hier moeten we nu actie op ondernemen op deze manier. Nou, incidenten, nogmaals, hebben vaak een lokale oorsprong in de eigen gebruikerspopulatie. Het grootste probleem, ik koppel het weer even aan de HVA, is niet zozeer aanvallen die van buiten afkomen, maar virussen, trojans, al die dingen, dat is eigenlijk het grootste probleem van mensen die dat meenemen van thuis. Die een USB-key ergens induwen, waardoor een machine geïnfecteerd raakt, en vervolgens binnen het HVA-net zichzelf verder verspreidt. Dat is heel moeilijk ook op te lossen. Ja goed, voor USB-poortjes, je kan ze allemaal met epoxy dicht gaan maken. Wat sommige bedrijven wel eens doen. Maar ik denk niet dat we daar allemaal blij van worden. Van een keer onze USB-key, je wilt toch wel iets van documenten uitwisselen. Maar je snapt wel, dat heeft hele grote... Dat is een hele grote factor in heel veel van die security problemen. En dat gold dus ook voor die Morsworm. Die is gewoon lokaal gedraaid op die systemen. Bijna alle gehackte HVA-PC's hebben vaak een oorsprong hierin. Ja, de firewall kan heel veel tegenhouden van buiten, maar ja, als het van binnen komt, is het best moeilijk. Wat zijn nou motivaties voor dit soort incidenten? Dat kan eigenlijk diverse redenen hebben. Nou, het ergste natuurlijk, de evil CSI, mensen die in het donker... met de bivakmuts op zitten te knoeien. Digitale criminaliteit is bijna altijd, die zijn uit op iets van resources. In de praktijk is dat tegenwoordig geld, want de meeste ernstige incidenten of grootschalige incidenten vinden hun oorsprong in georganiseerde misdaad al heel lang. Dan met name in Rusland, Oostbloklanden, ook in China is dat heel veel tegenwoordig. Eigenlijk die criminele organisaties zijn heel professioneel geworden. Die hebben gewoon heel veel hackers in dienst. Letterlijk in dienst. Die ze gewoon betalen om grootschalig digitale criminaliteit uit te voeren. En daar geld aan verdienen. En ja, waar kunnen ze nog meer op afstellen? Ja, geld kan bijvoorbeeld zijn dat ze willen je afpersen. Dat kennen jullie denk ik wel. Je hebt van die mooie ransomware. Daar was van gehoord.
Ransomware, er wordt driftig geknikt, waar ken je het van? Ze nemen je computer open als chantage, zegt ze, zeggen ook, nou, dit bedrag dan weer nog erbij. Ja, dan krijg je, meestal vermommen ze dat dan inderdaad als, ja, we zijn van Brein of Field ECD of van de politie en we hebben dit en dat aangetroffen op uw computer. Ook al staat het er helemaal niet op, dat ziet er dan heel officieel uit met alle logo's. En als u dan even naar het tankstation gaat en zo'n prepay creditcard-achtig ding koopt en die €300 overmaakt, dat soort bedragen, dan krijgt u de ontsleutelingscode weer, om uw PC weer te benaderen. We doen ze heel veel. In feite gewoon afpersing, digitale afpersing dus. Betaal ons, anders ben je niet meer bij je systeem. Voorcentrales is ook heel populair. Wordt ook nog heel vaak over het hoofd gezien door bedrijven. Als je toegang hebt tot een VoIP-centrale, wat kun je dan doen van een bedrijf? Gratis bellen. Niet alleen aftappen, gratis bellen, maar wat je ook al heel vaak zag, is dat ze dan het alle telefoonverkeer herleiden. Via dingen in de Bahama's of weet ik veel. Waardoor je in één keer een enorme telefoonrekening krijgt. Als bedrijf. Dat soort grappen en rollen. Nou, dat deden ze vroeger al, weet je wel, met welkom bel dit 06-nummer. Dat soort dingen hadden ze ook al in de ouderwetse centrales, dat ze dat konden. Het kan ook gewoon zijn, hackers die echt slecht zijn. In de zin van, we doen het gewoon, we slopen het omdat het kan. Die heb je wel eens. Die doen het vaak gewoon voor eer en respect. Met hun eigen klikje van, kijk eens wat ik kapot kan maken. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan defacing van websites. Dat soort dingen. Persoonsgegevens, ook heel populair in criminele netwerken. Identiteitsfraude, er is recentelijk in Amerika een creditcardfraude. Dat stond gisteren geloof ik in het nieuws gevonden. Waarbij dan, ja, ook in feite hetzelfde gebeurde. Maakten ze gewoon creditcards na met behulp van de identiteitsfraude. Dan heel veel, vroegen ze juist geloof ik creditcards aan. Die ze dan vervolgens leegtrokken. Het kan ook gewoon processortijd zijn, ook dat komt voor. Bijvoorbeeld van die rekenclusters die je hebt, als je daar toegang toe weet te krijgen en je wil computaties doen om misschien gewoon bitcoins, alleen dat zet niet heel veel zoden aan de dijk, maar gewoon het kraken van wachtwoorden en zo, zodat je weer verder kan. Dat is hartstikke mooi. Dan gebruik je zo'n cluster, dan maak je illegaal gebruik van de middelen van andere mensen. Let wel op, digitale criminaliteit is niet hetzelfde als hacking. De term hacking is een beetje beladen, dat komt voornamelijk door de media. Maar de term hacking is veel ouder en de algemene definitie is eigenlijk dit. Een systeem op zo'n manier programmeren of veranderen of modificeren dat je er wat nieuws mee kan. Wat eigenlijk niet de intentie was van de originele bedenker, fabrikant of weet ik veel. Dat is wat hacking is. En dat is een term die al uit de 60e jaren komt. Toen ze op universiteiten voor het eerst computers ook kregen van die grote mainframes. En toen hadden ze iets van, in plaats van nou alle wetenschappelijke dingen, hebben ze voor de gein een keertje een spelletje geprogrammeerd. Ik geloof Asteroids was dat, een van de eerste. En ja, uiteindelijk werd die machine nog het meest gebruikt door om gewoon Asteroids op te spelen, door al die wetenschappers. Dat vonden ze veel leuker. Maar daar was die machine natuurlijk niet voor bedoeld, daar had de fabrikant niet voor ogen, maar ze hadden zoiets van, nou, als we het toch kunnen programmeren, waarom maken we niet dit? Dus daar is eigenlijk al dat idee van dat hacking ontstaan. En dat is eigenlijk wat hackers ook doen, hè? Op het moment dat jij een website een gat vindt, waardoor je in één keer plaatjes kan toevoegen aan een infoformulier wat er niet in zou moeten kunnen, heb je nieuwe functionaliteit toegevoegd op een rare manier die eigenlijk niet voorzien was. Hacking is dus ook niet per definitie strafbaar, om die reden. Het is heel moeilijk, het is een heel grijs gebied. Daar kom ik zo nog op terug, maar ook gewoon software ontwikkelen die iets nieuws kan, wordt dus wel eens als hacking. I'm hacking together a project, zeggen ze dan. Dat is precies in die term. Dus die computer games op mainframes is daar een voorbeeld van. Niet beoogd, maar wel hacking. Het is een juridisch lastige kwestie. Ja, ze zeggen wel eens, of het nog echt zo is, dat weet ik niet, maar er werd altijd gezegd van ja, de rechtspraak loopt zo'n 10 jaar achter op wat er in de praktijk gebeurt. Dat geldt ook voor security, dat geldt voor forensics. Dat is altijd, loopt dat achter de feiten aan. Het meest bijzondere voorbeeld is dat, weten jullie hoe in het verleden hackers werden veroordeeld? Enig idee? Dat zou je misschien verbazen, maar die werden niet veroordeeld omdat ze in hadden gebroken,
dus computervredebreuk, maar omdat ze illegaal stroom gebruikten. Onder die wetgeving konden ze veroordeeld worden. Dat is heel bizar, maar dat was de manier waarop ze via de wet die mensen konden veroordelen. Pas later kreeg je de telecommunicatiewet, waarin ook dit soort dingen werden opgenomen. Toen werd gezegd, ja, u gebruikt illegaal stroom van derden, dus zo deden ze dat dan. Dat is echt heel bizar eigenlijk. Nou, waar ligt nou die grens tussen wat er, niet, wat er wel en niet mag? Nou, ten eerste zit je met dat verschilt voor alle landen. In Duitsland mag er qua privacy, is het in Duitsland veel strenger geregeld over bijvoorbeeld dat een werkgever wel en niet mag. Maar tegelijkertijd staat in Duitsland wel weer in de wet dat als jij je wireless niet goed beveiligt, dus zonder dingen, en iemand doet daar iets slechts mee, dat je daar wel voor verantwoordelijk bent. En in Nederland is dat recentelijk, heeft de rechter gezegd van ja, je bent er niet voor verantwoordelijk als iemand zich illegaal toegang of legaal toegang verschaft tot jouw wireless en er iets geks mee doet. In Duitsland is dat juist omgekeerd. Dus dat kan heel erg verschillen. Dat is maar een paar honderd kilometer verderop. Nou, waar ligt die grens? Ja, eigenlijk wordt die ook in grote lijnen bepaald door het vakgebied. En ja, in een rechtszaak is het dus ook niet ongewoon dat experts gewoon worden gehoord door de rechter om daar een inschatting van te maken. Van was dit nou fout of niet fout? Ja, de termen die de community als geheel gebruikt zijn wel hackers en crackers. Of ook wel white hat en black hat. Nou, waar slaat daar dat white hat en black hat op? De cowboyfilms van vroeger, de goede hadden de witte hoeden en de slechte hadden de zwarte hoeden. Daar kon je het makkelijk aan zien. Ik geloof dat Pieter Fonda de eerste was die daar mee brak. Die traditie zelfs. Maar hackers en crackers komt op hetzelfde neer. De hackers zijn de goede en de crackers zijn de slechte. En dan heb je ook nog scriptkiddies. Die weten vaak niet zoveel van de techniek, maar die maken gebruik van de cultuur. Dus die vallen wel onder de crackers. Maar is een subgroep zonder clue, zoals dat wel heet. Ja, je ziet wel, de media die heeft het altijd over hacking, maar dat is dus een beetje een vage term. Waar hebben we het nou? Hebben jullie allemaal Henk Krol gezien, de uitspraak in het nieuws? Die politicus die, ik weet niet meer hoe die bij dat de medische bedrijf, of het ziekenhuis of het dergelijke verzorgingstehuis, had hij die dossiers van een aantal mensen had hij opgevraagd. Dat was heel slecht beveiligd met een hele simpele pincode. En ja, die wordt bestempeld als hacker daarmee, terwijl hij eigenlijk, wat deed hij nou, constateren, het is er inderdaad en dat vervolgens melden. Wat vinden jullie? Vinden jullie dat hij veroordeeld moet worden? Zeg je, nee? Allemaal niet? Nou, want hij is nu op dit moment veroordeeld, recentelijk, daarvoor. Dus, hij gaat wel in een hoger beroep, want er is ook heel veel discussie van, ja, klopt dat wel? Heel veel mensen het helemaal niet mee eens. Ja? Ja, kom ik zo op, grey hat. Je hebt ook inderdaad de tussenvormen, het wordt hier vooraan al gezegd, je hebt grey hat. Dat zit er ook tussenin in feite. Dat zijn, het is moeilijk om daar een soort vaste definitie voor te hanteren, want het is niet voor niks het grijze gebied. Maar die zitten dus tussen white hat, we doen alles voor het goede en we melden alles, en black hat, we slopen alles en we melden het niet en we maken er maximaal misbruik van. Even het meest extreme van alles wat we vinden. Grey hat zit daar een beetje tussenin. Grey hat zou je bijvoorbeeld kunnen noemen, je constateert dat er een lek is. Je speelt daar een beetje mee, je doet er voor de rest niks mee, je meldt het niet. En je lacht erover met je hackervriend. Dat is redelijk grey hat, want dan weet jij dat het erin zit, maar je meldt het niet. Dus ja, zij weten niet dat ze eraan toe zijn. En ja, je moet als bedrijf, terwijl je er echt niet van bewust bent, moet je hopen dat niet iemand anders het ook doet. Ik val zelf onder de white hat groep, hoop ik. Ik heb bijvoorbeeld recent, niet al te lang geleden, zat er een lek in de Havana Web, toen we nog de Havana Web hadden. Dat had ik gevonden samen met een paar anderen. Daar heb ik toen, daar zat er gewoon cross-site scripting exploits in. Gemeld, demo enzovoorts. En dat is uiteindelijk redelijk opgelost door de maintainer. Maar goed, dat is de nette manier om het te doen. Dus je meldt het, ze kunnen er wat aan doen enzovoort. Ja. Maar hoe zit het dan? Want als jij in principe een systeem aanvalt, dan ben je strafbaar. Maar als je het nou meldt en een bedrijf doet, klaag je ons nog aan? Dat is een lastige. Bedrijven daar niet soms een beleid voor. Ja,
dat hangt heel erg af van het bedrijf zelf. Het antwoord is hier al eigenlijk al gegeven door Remy. De vraag was van, ja, ben je dan eigenlijk wel wijdweg als je de aanval hebt gedaan? Er is de meest extreme vorm, de meest principiële vorm van white hat is eigenlijk dat je eerst aan het bedrijf zelfs nog vraagt van mag ik proberen het te slopen? Daar komt het dan op neer. Van, en dan wordt ook wel, als je dat doet, want er zijn bedrijven die dat gewoon doen, aanbieden, dat wordt wel pentesting genoemd, penetration testing. En dan sturen ze gewoon een hele lichting security mensen naar het bedrijf toe en die gaan op alle mogelijke manieren proberen in te breken, in alle mogelijke systemen, in alle procedures. En dan maken ze een rapport van en dat geeft ze aan het bedrijf van dit kan niet verbeteren. Ja, het meeste van het white hat hacking begint gewoon met het toevallig constateren. Dat gold ook voor de Havana-web, bijvoorbeeld. Want de aanleiding omdat bijvoorbeeld in die Havana-web dat het gevonden werd, was gewoon dat bepaalde dingen niet goed gefilterd werden. Want in een standaard bericht wat je intypt en je verstuurt, dan zag je dat die berichtmeld vormd was. Dan gewoon kijken hoe ver je komt. Meestal constateer je dat per toeval, dat soort problemen. En dan kun je, ja, dan is het eigenlijk al te laat. Dus dan kun je beter kijken naar, oké, hackers die gaan dan kijken, nou, wat gebeurt er dan? En die melden het dan. En ja, wat een bedrijf daar inderdaad mee doet, is, zoals Remy zei, dat hangt van het beleid af. Er zijn bedrijven die zeggen, bijvoorbeeld dat medische bedrijf had zoiets van, we doen aangifte tegen enkel. En ja, hij is toch voordeeld ook, dus op het moment. Maar er zijn ook bedrijven die doen het, ja, er zijn bijvoorbeeld Google. Die zegt van, helemaal te gek, hier is geld. Dankjewel. Heel veel bedrijven doen ook dat. Die zijn alleen maar heel erg blij dat je dat kon melden. Het is heel moeilijk. En het is ook heel lastig voor bedrijven om daar een keuze te maken. Want het is voor ieder bedrijf ook anders. Want de overweging die je daarvoor kan hebben als bedrijf is... Je wil niet altijd de vuile was buiten hangen. Door te zeggen van inderdaad, hier is het goed, hier is geld. Maar uiteindelijk kiezen de meeste bedrijven, grote bedrijven als Google, die wel heel groot, maar bedrijven die daar echt goed over nadenken, kiezen voor een vorm waarbij ze het toch belonen, of in ieder geval er geen vervolging aan vastknopen, omdat ze zich realiseren dat als jij het hebt gevonden als hacker en je hebt het gemeld, moet je daar blij mee zijn, want op het moment dat het niet gemeld wordt en het gat zit erin, dan ben je nog veel verder van huis, want als het dan gevonden wordt door een black hat hacker, die er dus misbruik van kan maken, dan is het veel erger wat er gebeurt. Ik zag nog een vraag van jou. Ja, maar dan als je ongevraagd je huis zou proberen binnen te komen en dan ze zegt, nou, ja, kun je slot beter net iets veranderen, dan is het toch een soort inbreuk op jouw privacy, omdat ik het heb geprobeerd zonder te vragen. Ja, maar of echt het inbreken bij huizen staat expliciet verboden. Ja, maar ik begrijp zeg maar dan wel een beetje die bedrijven, ja, die zeggen van, nou, het is toch niet echt zo chill, ja, dat ze dat hebben gedaan zonder te vragen. Ja, je kan het vergelijken met wat je nu zegt, is in feite waarom je niet zomaar moet gaan portscannen op het internet. Dus proberen wat je allemaal kan vinden aan diensten die iedereen aanbiedt op zijn systemen. Want dat wordt ook beschouwd als hallo, even ongevraagd zomaar dat doen, dat is niet zo netjes. Je had ook een vraag, zag ik. Stak je hand op. Ja, daarnet. Ja, ze zijn bezig met een soort nieuwe wetgeving op dat gebied. Dat hackers wel niet zo snel veroordeeld daarvoor worden. Maar er zijn dan zoveel regels voor die hackers van ja, je mag dat wel en dat niet. Ja. Dat het tegelijk een hele hoop beperkingen oplegt. Maar ja, dat is ook een beetje zinloos aangezien die mensen met slechte bedoelingen zich ook niet aan die regels houden. Nee. Dus het is een beetje een gefaald concept, maar het is wel goed dat ze erover nadenken. Ja. Nee, het is heel scherp inderdaad wat je zegt. Ze zijn inderdaad bezig met regels, een soort klokkenluidersregels, ook voor hacking opstellen, voor computer, wat dan ook wel computervredebreuk wordt genoemd, of die mooie termen voor. Maar ja, aan de andere kant, zoals je al opmerkte, de slechte hackers houden zich daar toch niet aan die regels. Die gaan toch wel doen, dus die pak je daar niet mee. Sommige zaken zijn wel degelijk strafbaar natuurlijk. Die staan gewoon in de wet, als het mag niet. Denial of service, disruptive denial of service. Nou, op dit moment is er ook weer een hele plaag van op het internet. Zogenaamde DNS, reflection attacks. Mag je een keertje opzoeken als je dat interessant vindt. Spreek me later even aan. Wat je daarmee doet is één of meerdere systemen of netwerken, dat komt er maar vanaf, onbereikbaar maken. Ofwel de hele systemen of netwerken of de diensten die daarop draaien. Door middel van speciaal samengestelde, in het geval van denial of service,
Dus net dat ene pakketje met die bitjes op die manier erin, dat het systeem gewoon crasht of massale aanvallen. Gewoon zoveel verkeer erheen sturen dat er geen legitiem verkeer meer doorheen kan. Dat is natuurlijk heel lastig. Dat gebeurt heel veel sowieso, ondanks dat DNS reflection de laatste tijd erg aan het toenemen is. En dat wordt ook heel veel gebruikt door criminele netwerken weer in de zin van afpersing. Hè? Dan zeggen ze gewoon van, tenzij jullie ons, en dat gaat echt op die manier, dat we wel eens mails van voorbij zien komen, de mail is gewoon een bedrijf van, u betaalt ons voor, laten we zeggen, 15 februari 5000 euro, en anders leggen we uw netwerk plat, 2 weken lang. Ja? Ze worden ook al toch gebruikt om de echte aanval te verbergen. Ja, ook dat gebeurt, dat ze het gewoon gebruiken als manier om te zorgen van, de echte inval, dus de inbraak in plaats van het platleggen, die verdwijnt dan gewoon in de zee van verkeer. Dat kun je dan natuurlijk, ik kan het natuurlijk allemaal niet loggen, dat soort dingen. Computervredebreuk. Er staat wel degelijk in de wet, op het moment dat je inbreekt en je brengt daar schade mee toe, dat is altijd heel moeilijk, dus dat is dat even die grijze gebied van wat is nou wel en niet schade. Dat mag niet. De privacywetgeving, die is in Nederland op zich vrij strikt, ook met dit soort dingen. Die is dan persoonsgegevens, mag niet zomaar. Je kan je dus afvragen of dat bedrijf, dat medische bedrijf, wat die dingen zo slecht beveiligd heeft, of die wel in lijn met de privacywetgeving hebben gehandeld. Dat is dus een van die vervolgonderzoeken die nu wordt gedaan, of dat bedrijf gewoon niet verantwoordelijk kan worden gehouden. En ja, we noemden het al, diefstal van resources. Dus gewoon simpelweg het stelen van gegevens, aanvallen, opslagruimte, whatever. Nou, dat gaat ook nooit beter worden, want waar gehackt wordt vallen spawners. Software bevat altijd fouten. Ik hoop dat het filmpje gaat werken. Ik heb geen idee hoe dat gaat. Gaan we zien. Als ik een muiscursor heb. Dit is een mooi voorbeeld van een klein programmeerfoutje. Ik weet niet of jullie dat nog kunnen herinneren. De Ariane. Hatsje. Het duurste vuurwerk ooit afgeschoten. Dat wordt het wel genoemd. Het was ook echt zo'n hele vaaier van zo'n soort vuurwerk. Of een mortierenbom of zoiets, weet ik niet, marinepaal. Alle programmeurs maken fouten. En dan denk je van ja, dat valt toch wel mee. Daar hebben ze toch hele goede programmeurs voor. Ook bijvoorbeeld voor de shuttle enzovoort. Maar ook van de shuttle weten ze dat er nog steeds, hij is wel uit bedrijf, dat er gewoon nog fouten in kan zijn. Maar al die jaren, tientallen jaren, toch nog bugs in zaten. Ja. Ze hebben daar wel eens onderzoek over nagedaan. En ja, de impact van zo'n ding, dat weet je natuurlijk niet, van zo'n bug. Maar het blijkt dat alle programmeurs maken gemiddeld hetzelfde aantal fouten per regels code. Dus de errors per lines of code is voor alle programmeurs gelijk. Of 1 op de 1000 liepen ze in de tijd. Dat zit er gewoon in. En dan moet je maar hopen dat het een bug is die je merkt voordat die raket anders afschiet. Nou, en hier is denk ik het security probleem. Gelukkig is dat ding niet geland. Alle brokstukken op een verkeerde plek, maar ja. Een programmeerfout in de website van een bank kan heel grote gevolgen hebben. Het kan ook betekenen dat je zo'n bug, dat je je telefoon kan routen. Of je Xbox kan kraken, of PlayStation, of de geldautomaten, of de beveiliging van chipcards. Ik heb alleen mijn dingen niet meer. Nou, wat is nou de relatie met open source? Open source mentaliteit, want dat is de reden dat alles helemaal voor groot gedeelte ook in de academische sfeer zit, in de open source sfeer, open license, is dat het min of meer de mentaliteit is van white hat hackers. Het feit dat je gezamenlijk wil zorgen dat de fouten eruit gaan, dat je elkaar helpt, elkaars code kan zien. De overtuiging dat je allemaal toegang moet hebben, alle toegang moet hebben tot alle software en hardware, zodat je kan bijdragen aan de verbetering en ermee door kan hacken. Van die projecten als de Raspberry Pi, gewoon dat mensen van hartstikke leuk, zo'n ding, maar in plaats van dat ze van kant en klaar praten, maken gewoon zelf van een praatje en dan mag iedereen mee doen wat hij wil. Nou, je kan al van alles bouwen met die Raspberry Pi's. Dat geldt ook voor die Arduino's.
is ook een beetje datzelfde idee zit erachter. Bekend is de Free Software Foundation, heel belangrijk om te onthouden. Het grote gezicht daarvan is Richard M. Stallman. En ja, hij is ook vrij groot. En als je hem denkt, het is echt van die sandalen, slippers, zo'n old hippie. Die is heel beroemd. Hij is wel heel uitgesproken op een aantal punten. Die is er helemaal van mening dat alle software gratis moet zijn, altijd, volledig inzichtelijk, tot in het extreme. Free Software Foundation is ook heel erg beroemd omdat ze zelf heel veel software hebben ontwikkeld. Die gewoon gebruikt wordt door iedereen. Nou, die kennen jullie wel. En ook hier zien we die koppeling met WikiLeaks. Hè? Gewoon het feit van informatie moet vrijelijk beschikbaar zijn, zodat we erop kunnen verbeteren. Openbaarheid, bestuur of hoe je dat ook wel wil noemen, zit weer diezelfde mentaliteit achter. Die dus voor security heel erg belangrijk is. Hebben jullie wel eens gehoord van de term security through obscurity of by obscurity? Ja. Als je dat constateert bij een bedrijf, dan moet ik altijd lachen. Dat is dus het idee van ja, we weten dat het erin zit, maar we zeggen gewoon niks en we hopen dat niemand het vindt. Behoorlijk naïef dus. Dat gaat eigenlijk altijd fout. Kijken we naar de overchipkaart. Ja, dat. Nou, hoe wordt er nou geld verdiend, ook met die security? Het zit gewoon in de diensten uiteindelijk. En je merkt dat IBM is wel heel erg ver hierin. Het zijn nog geen bang zo'n bedrijf dat daar helemaal op georiënteerd is. Die zeggen zelfs, wilt u onze eigen versie van Unix kopen? Nou, dat kost u zoveel geld. En Linux al gratis hier. En ons daarin zijn we helemaal blij mee. Maar ook Google doet dat dus. Ja, ik zei net al, Google is dus ook van, als je bugs meldt, ze hebben gewoon van die bounties, zoals dat heet. Ik bedoel niet die chocolade heet, maar je krijgt dus gewoon geld van ze als je bugs meldt. Want ze zijn daar heel blij mee. Nou, wat doen die bedrijven nou tegelijkertijd? Het profilen van je, vaak. Want hoe verdienen ze bijvoorbeeld wel geld met reclame enzovoort? Dat ze kijken wat je allemaal doet. En die informatie doorspelen. Je kan je afvragen wat dat dus voor de privacy betekent. De security component van die bedrijven. En ja, je hebt ook een hacker variant, dat wordt wel doxing genoemd. Is iemand die term wel eens gehoord? Doxing. Dat is nog niet, die is vrij recent, doxing als term. Meestal doe je dat, dat is wat Anonymous graag doet. Noemen ze dan doxing. Dan, als ze dan de pik op iemand hebben, dan zeggen ze van oké, we gaan met z'n allen kijken hoeveel informatie we kunnen vinden van die persoon en dat publiceren ze. Dat is natuurlijk een redelijk blackhead actie van ze. Want dan zijn ze vaak, melden ze meteen de privé-telefoonnummers waar ze wonen. En hoeveel kinderen, een kat, een hond en 1,7 cavia of zoiets. Staat er dan allemaal bij. Ja, het is niet erg netjes. Hoezo privacy schending? Maar ook daar heeft het ik ga hier niet te veel op doen. De logische stap, en we waren wel een beetje naartoe aan het werken, is van wat doe je nou als je dit soort dingen dus vindt? Want het kan ook zijn dat je profiling doet op een andere reden, dat doet de politie ook bij onderzoek. En hoe ga je daar nou mee om? Een white hat hacker doet in principe iets van dit. En hier heb je dus heel vaak inderdaad wat jij al aangaf, van je hebt ook nog grey hats, van hoe gaat een grey hat hier nou mee om? Daar zit vaak een nuanceverschil. En het kan zijn dat je full disclosure doet. Er zijn lijsten op het internet, maillijsten waar je op kan inschrijven. Full disclosure list op Grok is dat bijvoorbeeld. Een hele bekende. En er worden dan security problemen gemeld. Soms door bedrijven, soms door onafhankelijke mensen, soms door teams van onderzoekers. En die zeggen van, er zit een bug in pakket X en lever bijvoorbeeld een proof of concept mee. Dus iedereen die dat ziet, die kan die proof of concept proberen tegen zijn eigen hardware systemen. Hopelijk, niet tegen anderen. En kijken of dat werkt inderdaad. Je hebt ook limited disclosure. Dan zeg je van, het is heel vaak een bedrijf dat, als Cisco. Die zijn meer van limited disclosure. Die hebben natuurlijk grote belangen, of de impact is heel groot, als ze zomaar full disclosure doen. Want als Cisco op zo'n mailinglist roept of op hun website, er deze bug zit erin en zo misbruik je hem in feite, proof of concept. Nou ja, volgens mij is er Cisco wel op heel veel plaatsen te vinden. Dat is niet echt handig dat ze dat doen. Dus die doen dan limited disclosure. Dan zeggen ze zelf van dit zit erin en je moet het patchen om het op te lossen naar deze versie. Nou, als een hacker dat vindt, kan het zijn dat hij dan zegt van ik meld het eerst bij het bedrijf. Zodat het bedrijf een kans heeft om het op te lossen. Voordat we het helemaal publiceren wat we hebben gevonden.
Je hebt ook een responsible disclosure. Dat zit dus meer in de hoek van, ja, wat is nou responsible disclosure? Is dat, hoe lang geef je een bedrijf de kans om het op te lossen? Moet je 3 keer mailen en dan kijken of je antwoord krijgt? 1 keer mailen? Er is heel veel discussie over, nog steeds. Maar ja, over het algemeen is de nette manier, ook als je whitehead bent, om iets van responsible disclosure te doen. Als je het over de schutting gooit van iedereen kan er misbruik van maken, ja, dan gebeurt dat meestal ook. Oké, leuk. Zeggen dan alle script kiddies, laten we dat dan vrolijk gaan doen. Dus je wil eigenlijk meestal dit doen. Je zegt tegen het bedrijf van, nou, hier is de bug, en jullie krijgen kans het op te lossen, maar over zoveel tijd wil ik het graag publiceren. En dat doen ze dan voor de eer, weet ik veel, kijken wat we hebben gevonden. Maar wat zie je dus ook, ik noemde net al die dingen als penetration testing en zo. Whitehead hackers worden dus vaak ingehuurd door bedrijven. Gewoon in dienst genomen, ingehuurd, om dit soort dingen te doen. Audits van systemen, security problemen dus vinden en verhelpen. En meestal doen ze dan iets van full disclosure. Ook in ieder geval maken ze dan bekend wat er gevonden is. Marcus heeft ook zoiets. Die hebben gewoon een security team wat de hele tijd bezig is met alle bug reports napluizen, code auditen, hoeveel bugs in zitten. En die hebben hun patch Tuesday, een vaste moment waarop ze zeggen van nou, eigenlijk een soort, ja, dat zit altijd een beetje tussen limited en full in wat ze doen. Kijk, dit zijn de bugs die opgelost zijn door deze patch. En die moet je dan installeren om te zorgen dat je niet meer kwetsbaar wordt. Nou, tegelijkertijd zie je dus dit, de Black Hat hackers die dit soort dingen vinden en dus non-disclosure doen, het voor zichzelf houden, om er lekker misbruik van te maken, ja, die worden ingehuurd. Die worden gewoon gerekruteerd in China, in Rusland. Maar echt grote criminele organisaties die daarmee bezig zijn. Ja, en dan is het, als dan zo'n bug gevonden wordt, wat gebeurt er dan mee? Ja, het belandt meestal op de plank. Daar maken ze misbruik van op een gegeven moment. En als dan het bedrijf erachter komt van, hé, er zit een bug in mijn software, en ze lossen het op, dan heeft de Black Hat hacker allang alweer 3 andere nieuwe bugs gevonden. Nou, gebruikt hij gewoon de volgende. Ze hebben gewoon een voorraadje liggen op de plank van nieuwe exploits. Dat gold ook voor stukzetten. Het probleem met heel veel aanvallen is dat ze meestal vanuit botnets worden gedaan. Dus je kan er dan wel proberen achteraan te gaan, maar als je de bron niet vindt, heb je er niks aan. Dan vind je alleen maar iemand die het slachtoffer is geworden, onbewust, en waarvan het systeem wordt misbruikt voor zoiets. En bij DNS Reflection is het nog veel erger. Maar dan komt er zo van voor, dan leg ik even uit wat DNS Reflection is. Er is bijna niks tegen te doen, die Distributed Denial of Service. Dat is, eigenlijk is dat, ik kom zo bij. Het probleem met Distributed Denial of Service is dat het eigenlijk misbruik maakt van hoe het internet inherent in elkaar zit. Namelijk dat je allemaal gelijkwaardig bent. Dus allemaal naar elkaar informatie mag sturen en uitwisselen. En omdat je dus allemaal gelijkwaardig bent en dat mag doen, kun je dus ook van alle systemen, op het moment dat je daar controle over krijgt, verkeer gaan sturen. Zo is het internet gewoon gebouwd, als gelijkwaardige, redundant, reparatief en al die eigenschappen die het heeft. Wat was dat je vraag? Ja. Oké. Okay. Maar heb je nu niet het voordeel zo met de cloud, dat je gewoon oneindig veel servers hebt, zoals bijvoorbeeld als je bij Google iets hoogt of bij Microsoft, dan ja. Dat de DDoS attack, dat die gewoon weg zijn. Dat je er eigenlijk geen last meer van hebt. Wat bedoel je dan? Of die systemen misbruikt worden of dat ze zelf aangevallen worden? Nou, dat je ze niet meer plat kan gooien, zeg maar, omdat ze zo groot zijn tegenwoordig. Ja. Cloud services, noem ik het even in het breed, dus of dat nou bij Amazon is of ergens anders, die zijn ook vaak, een van de redenen dat ze duur zijn, is dat ze dat soort redundantie dus hebben. Dus beveiligd zijn tegen die aanvallen doordat ze hele grote internetverbindingen hebben, die je gewoon niet zomaar dicht krijgt. De systemen zijn ook nog op zo'n manier ingericht dat ze volledig redundant over meerdere locaties helemaal elkaar kunnen opvangen wat er gebeurt. En daar betaal je daar ook zoveel voor in verhouding. Omdat je die uptime dan wil. Oké. Kan iedereen, Elmer? Ja. Hey. Nou, timing, conclusies. Computer security betreft uiteindelijk alle hard en software. Het wordt wel eens de beveiligingsketen genoemd. En ja, vooral bij die laatste talk, bij dat console hacking,
heel veel van de dingen die ik dan ga vertellen over hoe bepaalde hacks van hardware tot stand zijn gekomen, daar zie je dat heel sterk in terug. Dat zwakke schakels in zo'n beveiligingsketen ertoe kunnen leiden dat je hele systeembeveiliging gewoon zinloos is. Dat het niks meer opbrengt. Ja, er zijn ook gewoon standaard termen voor. Assume everything is buggy, broken and dangerous. Ja, dat zit gewoon, is het verlengstuk van wat eerder stond. Ieder programmeur maakt fouten. Kortom, iedereen is ook buggy, broken and dangerous. Want als je iemand maar, heel veel spionage is gewoon gebaseerd op social engineering, om maar een voorbeeld te noemen. Als je maar iemand goed genoeg weet te manipuleren, dat hij zijn informatie prijsgeeft, dan kun je er verder mee. Nou, uiteindelijk is het beste wat je kunt doen met computer security dus, en dat is dus waarom mitigation zo belangrijk is de impact beperken van als er zo'n incident optreedt. Dus een integraal beleid hebben en implementeren ook van allerlei security maatregelen, waardoor je snel en adequaat kan reageren op incidenten. Dus dat is preventie, gebruikerstraining enzovoorts. Op het moment dat iemand weet wat hij bij een incident moet doen, niet eerst een half uur proberen of hij zijn systeem aan de gang krijgt, maar gewoon meteen stekker eruit en de helpdesk bellen, dat kan een heel groot verschil kan dat maken. Even een concreet voorbeeld misschien. Want als een VM geïnfecteerd is, cluster. En daar worden allerlei aanvallen mee gedaan. Dat gebeurt. Ja, dat is begrijpelijk. Maar wat moet je dan doen? Ga je dan eerst eens een keer mailen van, hebben jullie dit door? Zet je meteen uit? Hoe detecteer je dat überhaupt? Dus dat betekent dat er een hele hoop maatregelen zijn genomen om te zorgen dat daar snel op gereageerd kan worden. Goed. Nou, we hebben nu even pauze. We zien de tijd. Daarna hebben we een praktijkopdracht. XKCD, altijd erg leuk. Ken jullie die allemaal? Ja, wel. Hartstikke mooi. Onderaan een voorbeeld van social engineering. En dit is analoge aanvallen op digitale systemen. De bovenste. Ik laat hem even staan. We gaan even pauzeren, koffie drinken. Zet jij hem maar stoppen, Albert? Ja. Ik begin even met de vraag voor Adam. Wie weet er niet hoe DNS werkt? Het Domain Name System. Dan moet ik dat eerst even uitleggen. Oh, dat is bekend? Okay, goed. Ja, dat is even belangrijk om te vragen. Het idee van DNS is dat je hebt zogenaamde recursive queries. En dat je dus andere nameservers mag vragen om antwoord. Dat kennen jullie, dat principe, toch? Dan kan je als, ook al ben je niet, of het algemeen heeft iedere provider heeft nameservers voor zijn klanten. En als ze dat goed configureren, stellen ze dat in dat. Dus dit is een voorbeeld van DDoS. Ik hoop dat het op het bord nog straks terug te zien is in de video. En, wat er recentelijk gebeurt. Als je twee netwerken hebt. We zijn natuurlijk helemaal van de cloud, dus ik teken meteen wolkjes. We hebben een nameserver en we hebben een nameserver. En over het algemeen zegt een provider van alle verzoeken voor DNS, die dus vanuit dat netwerk komen, die mag hij afhandelen. En als ze het goed configureren, zeggen ze dus dat als iemand van A dat probeert, dat niet mag. Als dat fout geconfigureerd staat, betekent dat dus dat iemand jouw nameserver kan gaan gebruiken voor lookups. Dan kan iemand besluit van ik gebruik niet die, maar ik gebruik de nameserver van een andere provider. Dat kan ook een legitieme reden voor zijn. Nou is het probleem dat DNS-verzoeken, volgens welk protocol gaan die? Dus gewoon een normale lookup van hostname naar IP gaat inderdaad via UDP. En UDP is connectionless, stateless enzovoorts. En wat vervelendste van UDP is dat je, of überhaupt van pakketten, is dat je het source IP kunt aanpassen. Daar zit de zwakheid in. Dus dat betekent dat als ik bij zo'n nameserver die niet goed is beveiligd, vraag van, nou, geef mij eens het adres voor kaas, hoe noem ik dat? Vraag ik.
En ik zet daarin het source IP van dit netwerk in dat pakketje. Want ik kan dus gewoon in mijn UDP pakket zetten van, nou, source IP was dit. En ik wil graag het adres van de kaas. Wat doet die nameserver dan? Nou, beste C, het antwoord is dit. Dus je snapt wel wat het probleem is. Als je dat verzoek gaat doen, kun je alle nameservers misbruiken, even in een notendop, om verkeer te laten sturen. Alle nameservers die fout geconfigureerd zijn, kun je dan verkeer laten sturen naar iemand anders. Dus dan kun je al die onjuist geconfigureerde, of slecht beveiligde, hoe je het wil noemen, nameservers op het internet misbruiken. En dan zeker met recursive queries is dat vervelend. Om een ander doel aan te vallen. Ja. Als je zorgt dat die spoelt, dan krijg je het niet terug. Nee, dat is juist ook het misbruik wat je maakt. Jij doet als evil hacker, zeg je van ik kom van C in je verzoek. Ja, dus dan gaat B keurig naar C allemaal verkeer zitten spammen. Waar eigenlijk niet om gevraagd is. Nou, er is dus, wat kun je er tegen doen? Nou ja, oplossing simpel. Je hebt DNSSEC, je kan je DNS-server gewoon goed configureren als beheerder. Ja, dat kan niet iedereen en dat niet iedereen reageert er ook op die verzoeken. Andere oplossingen, gek genoeg, er zijn ook mensen die roepen van we moeten het via TCP gaan doen. Lookups. Maar dat is ook niet altijd wenselijk. Natuurlijk, want dat schaalt niet altijd ideaal. En niet iedereen heeft hele dure infrastructuur om dat helemaal dan te loadbalancen en zo. Dus dit is een recent probleem waar heel veel misbruik van gemaakt wordt. En je hebt zonder al te veel moeite kun je zo 4, 5 gigabit aan verkeer naar iemand sturen op deze manier. En de grote aanvallen, ik had Cloudflare uit mijn hoofd, was recentelijk, er wordt geknikt door Remy, was Cloudflare toch, die daar slachtoffer van was. Misschien leuk om een keertje te zoeken. Cloudflare is een grote provider, die host onder andere VPS en zo. Die was slachtoffer van echte tientallen gigabits van verkeer. En die hadden allerlei, die gingen daardoor niet offline, omdat ze allerlei voorzorgsmaatregelen hadden genomen. Maar die kregen dus wel even partijverkeer voor de kiezer, waar de gemiddelde high-end Nederlandse universiteit niet eens tegen kan. Dan is het gewoon afgelopen, internet plat. Dus dat is heel effectief. Het is recent, recentelijk wordt er heel veel misbruik van gemaakt. Er is helaas niet echt een goede oplossing voor op dit moment. Nog heel veel discussie. Dus dat is DNS Reflection in een notendop. Meteen een voorbeeld van DDoS.